En we zijn live in 3. Je moet wel even je arm. Je moet hem waarschijnlijk nog starten, of niet? Nee, contact aan. Mooi ding. Ja, toch? Kijk, daar zijn we. Aan boord van de Toyota CHR. Of zeggen we CHR. Zijn we live? Daar lijkt het wel op. Je moet nog even een rondje rotonde doen natuurlijk. Hè? Vanwege de, dus als we hier links-links gaan, ja, dan kunnen ze even een duimpje omhoog steken. Oh, dat moet ja tegenwoordig. Maar ja. Het ziet er wel naar uit dat het goed gaat terwijl de armsteun open gaat. Wat een ongelooflijk funky interieur trouwens. Ja, hip hè? Ik weet niet waar ik kijken moet, jongens. Hebben die blauwe dingen gezien? Het is blauw en paars en zwart en glimmend zwart. En waarom zou het blauw zijn? Wegens hybride. Eco-friendly. Eco is namelijk blauw of zo. Hallo Arthur Tijmen, goedemiddag. En ook aan de rest van... Even kijken of we een duimpje krijgen van Bram. We krijgen een duimpje van Bram. Let's go. Gas op die lolly. Lars Kruisman, dames en heren. Hallo. Ik stel me dan altijd zo voor dat er een hele grote, heel groot applaus ergens opstijgt. Dat gebeurt ook hoor. Ja, toch wel. Dat moet wel. Ja. Mag ik meteen even beginnen om te klagen? Jij mag klagen. Wat een ongelooflijk krappe auto krap is dit. Ja, ik zie jou helemaal opgevouwen. Ik weet dat ik bepaald niet charmant in proportie ben, zeg maar. Maar dit is echt... ik ga even standje Scheveningen doen, dat zit wat lekkerder. En je stoel naar achteren, dat kan toch wel? Dat kan niet meer. Nee, ik zit helemaal achteruit. Nou, jullie kunnen het niet zien, maar Roland zit ja, als in een DHL-pakketje eigenlijk. Ja, precies. Nee, dat houdt niet over. Maar goed, ik heb deze CHR deze week in een test, vergelijkende test. Mocht je er vragen over hebben, natuurlijk, en over alle andere dingen die deze week gespeeld hebben, ik nodig je meteen van harte uit om ze in de comments te gooien. Ik zal ze proberen mee te pakken. Dus kom maar door, zo is het. Hoe is het met Lars? Ja, met Lars gaat het goed. Lars is een beetje aan het bijkomen van auto Shanghai natuurlijk, hè? Ja. De enorme beurs in China. En daar stond nogal wat. Dat hebben we niet vaak zo gezien. Ik moet ook zeggen dat het mij verbaasd heeft hoeveel er stond dit jaar. Ja. Want het is enorm, dat kun je zeggen, maar het is zo mogelijk nog enormer dan de jaren hiervoor. Ja, het is werkelijk gigantisch. Je had natuurlijk Volkswagen met de ID Buzz, want ja. Z is hip. Nee, Cross. De Cross is het, de bus die stond in Detroit. We hadden eerst de ID concept, dat was een soort golfformaatje. Ja, en toen de Buzz. De ID Buzz, de retro. En nu de ID Cross, dus sorry daarvoor. Je moet nog eventjes trouwens je scherm ontlokken. Ja, ik kan er weer niet zien hoe wat er moet. Ah, is dat kijk, het? Juist. Okay. Heel goed. Volkswagen was niet de enige hè, met elektrisch nieuws. Je hebt de Audi gezien, heb ik aan. De Sportback. Ja, zeker. Ik zit ondertussen eventjes... daar gaan we weer. Ja. Kijk. Heel goed. De Audi e-tron Sportback, dat wordt is een voorbode van de soort Q4-achtig idee, toch? Ja, maar dan elektrisch. C-segment crossover van een crossover die dan elektrisch is. Precies, ja. En die komt al in 2019. Moeten we die kunnen gaan kopen. Ja. Wat is wat jou betreft het belangrijkste nieuws daarvan, van de auto Shanghai? Het meest concrete nieuws is de Citroën C5. Aircross. Air. Waarvan eerst het gerucht ging dat hij niet naar Nederland zou komen, maar uiteindelijk komt hij wel naar Nederland, hè? Ja, was een beetje onduidelijk, omdat hij daar natuurlijk in China stond. En dan is de vraag, komt hij naar ons toe? Maar dat is zo, want dit is de C-segment crossover van Citroën. Ja, dus eigenlijk de 3008 van Citroën. Ja, 2008. En de Grandland X van Opel. Die hebben eigenlijk heel veel gedeeld en doorgeplaatst. Ja. Maar wat vind je ervan? Ik vind het wel een hip ding om te zien. Nou, ik hoorde Stefan Vermeulen, die trouwens morgen 12 jaar getrouwd is. Alvast gefeliciteerd, Steef. Hoorde ik hem zeggen, ik vind dat DS een probleem heeft, want die auto's van Citroën, die ogen al zo stoer en zo vet. En daar heeft hij wel een puntje. Ik vind de ontwerpen van Citroën ontzettend goed op het moment. Ja, en ook weer van die C5 Aircross, wat ik trouwens een hele rare naam vind, maar het is wel een auto waarvan ik denk, nou, dat klopt wel. Ja, het ziet er bijzonder uit, maar inderdaad wat Stefan denkt, het is... DS is natuurlijk uitgesproken, excentriek en opvallend. En dat doet Citroën dus ook, maar dan op een andere manier. Ja. DS is toch echt van de chrome en de glimmertjes. Zou het gewoon een smaakverschil zijn, denk je?
Ja, ik denk, ja, DS wordt, staat natuurlijk wat hoger in de markt, dus vandaar de glimmers en de... Ja, maar het zijn niet echt glimmers waar ik heel blij van word, als ik heel eerlijk ben. Ik ben ook trouwens wel even benieuwd wat jullie ervan vinden. En ook wat je vindt van de auto waar we nu in rijden, de Toyota CHR. Want ik blijf het gewoon in het Nederlands zeggen, CHR schijn hem te moeten noemen, maar dat vind ik een beetje vergezocht. Tip, hè? Ja. En wij zijn toch een beetje bejaard al diep van binnen. Oude ziel hebben we. Ja, we hebben een hele oude ziel. Kom er niet meer vanaf. Nee, maar sorry, ik vind... Jongens. Ik ben verbaasd over het succes van deze auto. Want hij is al ruim 3000 keer verkocht in Nederland. Ja, je ziet ze overal, joh. Het is een beetje hetzelfde als wat er ooit gebeurde bij de Nissan Juke, hè? Ja. Toen dachten ja. mensen ook, jeetje, wat gaat Nissan nou doen met een of ander funky vormgegeven, net iets te ver gezocht ontwerp. Ja, die is veel te hip, zou je denken. Ja. Dat koopt men niet. Maar... En vervolgens zie je, nou, voor mijn gevoel, half Nederland in rijden. En dat gebeurt nu met deze CHR ook weer. Ja. En nou, we rijden nu de hybrid. We hebben de 1.2 Turbo al een keer eerder getest. En nu de hybrid, die vergelijk ik met een Kia Niro komende week. En ja, ik moet zeggen, ik vind het interieur en het exterieur in ieder geval spraakmakend. En dat vind ik al heel wat bij Toyota. Dus dat is fijn. Ik ga even kijken of er vragen zijn. Alex Axisissi, zie ik hier. Ik zat erin laatst, maar wel donker. Ik neem aan dat hij het over de CHR heeft. Ik snap wel wat je bedoelt. Ja, heel achterin donker, heb je weinig kleine glas raampjes. Ja. Ja. Het is een bunkertje. Je zit echt ingesloten in de CHR. Ja, maar hij past jou wel goed, hè? Ja, maar ik ben natuurlijk vrij klein. Hè? Je dus naar Japanse soort... maatstaven pas ik je wel prima in. Je bent een soort Japannetje. Een zakjapannetje ben ik, ja, een kleintje. Ja, ja, een zakjapannetje. Ja. Zit je wel lekker, Roland? Vraagt Bernd. Nee, sorry. Normaal gesproken wil ik ook graag daar zitten, maar dit is voor grote, lompe Nederlanders absoluut onplezierig. Ik zit op de meest lage stand van de stoel en helemaal achteruit. Een beetje de rugleuning in standje Scheveningen, zoals ze dat altijd zeggen, een beetje zo achterover. En ik pas hier gewoon niet. Dat is echt slecht. Ja, ik zie jou verkrampt zitten, ja. Hou je het nog vol? Nou, dat valt wel mee. Als ik echt verkrampt zit, dan merk je het wel, hoor. Dan ga ik geluiden maken, denk ik. Ja. Ja, goed. We gaan door. Kun je de Toyota ook puur elektrisch rijden? Nou, zoals bij de hybrides van Toyota gewend zijn, kan dat een klein stukje. Dus voor stadsgebruik, weet je, nu bijvoorbeeld, Lars kan dat even demonstreren. Daar ging de motor al. Oh, ja. Dus je moet heel rustig optrekken. Nou, we hebben nog nieuwe kans. Maar we krijgen een nieuwe kans, want, inderdaad. Dan kan het, maar daar is die auto absoluut niet voor bedoeld. Het is natuurlijk een combinatie van twee werelden. Welke zouden jullie kiezen? De Mazda MX-5 of de Toyota GT86? Al dus David van Puijenbroek. Goeie. Vorige week twee weken geleden hadden we de BRZ, hè? Dat is de Subaru variant van die GT86. Ja. En die heeft toch wel heel wat harten veroverd, moet ik zeggen. Wat zou jij doen? Moeilijk, ik hou van cabrio rijden, dus voor mij de MX-5. Maar dan wel de RF, dus die met dat takje dat op en neer kan. En ja, de retractable fastback. Ja, daar ben ik wel fan van. Omdat hij weer wat anders is of zo. Ja, en hij is beter inzetbaar. Gewoon in de winter is het toch fijn om een echt dak te hebben. Ja. En ik vind hem er al fantastisch uitzien met dat ding. Ik vind het een leuk systeem, dus voor mij is het hier. Oké. Ik ga toch ook weer uit ruimteoverweging voor de Subaru, dan wel de Toyota. Want daar zit ik vrij goed in. En in een Mazda MX-5 moet ik openrijden. Wat op zich wel een goed punt is, maar niet voor het hele jaar in Nederland, denk ik. Dat doen we denk aan de Kopen. Schrijf het er maar in. De Kopen video. Ja, precies. Frans Polman vraagt, wat vinden jullie van het feit dat al die auto's van een merk allemaal zo op elkaar gaan lijken? Het wordt zo saai op de weg, nu de Toyota hetzelfde met de Yaris, doorontwikkeling. Ik vind het toch een soort armoede. Dus bedoel je nu dat de auto's van een merk meer op elkaar gaan lijken, zoals je dat nu ziet bij Mercedes heel sterk? Want ja, de Yaris is gewoon een doorontwikkeling van een bestaand model natuurlijk. En ik vind het wel logisch dat die auto's een herkenbare snit krijgen. Of het past qua smaak, weet ik niet. Maar... Ik denk dat hij bedoelt dat de Yaris, dat hij dan te veel lijkt op de vorige Yaris. Maar het is natuurlijk dezelfde auto. Ja. Het is een soort doorontwikkeling wat Renault ooit deed met de Clio 3 was dat. Ja, die kreeg dat... Twee, sorry. Die kreeg op een gegeven moment de Clio Campus. En toen kreeg hij nog een ander kontje, een ander neusje, nog een keer een ander kontje. En die auto bleef maar leverbaar. De doorontwikkeling. Ik merk wel dat merken weer meer lef hebben, hè? Ja. Nou zeker. We zitten in het rijdende voorbeeld van Toyota. Die wil hiermee natuurlijk laten zien van, nou jongens, we kunnen het wel. Hippe scherp getekende autootjes maken. Ja. De Toyota CHR. Ja. Startschot van nieuwe Toyota. Hè? Goed achteruit zicht, vraagt Alexander de Taille. Het antwoord is? Ja. Oh, prima. Okay. Recht achteruit gaat goed. Je hebt alleen een goede dode hoek te pakken hier als je
rustig bochtjes maken, zeg ik. Hoe gaat het met de Chinese automerken? Ja, daar hadden we het net nog even over op de redactie. Ja. Hè? Van, wat is nu eigenlijk de stand van zaken? Want er is nog nooit zoveel nieuws uit China gekomen zoals op de Shanghai Auto Show afgelopen week. De merken komen ook nu serieus naar Europa. Bijvoorbeeld Lynk & Co, ja. Een beetje het Chinese zusje van Volvo. Dat gaat in 2019 gewoon echt naar Nederland komen. En dat heeft Coros natuurlijk ook al een keer eerder gezegd. Maar ik heb bij Lynk & Co wel het idee dat dat gaat lukken. De elektrische merken komen toch serieus wel opzet. Ik vind de ontwerpen ook steeds beter worden. Wat is jouw gevoel? Ja, ze laten. Nou ja, er zijn nog genoeg Chinese merkjes die toch wel echt alles onder een kopieerapparaat leggen als ze de kans krijgen. Maar ze beginnen wel echt eigen dingen te maken, zeg maar. En wat je zegt, dat Lynk & Co, dat daar zit natuurlijk Geely achter, dat enorme Chinese concern. Ja. En die pakken het wel serieus aan, heb ik het idee. Ja. Het ziet er ook gewoon leuk uit. En interessant is natuurlijk dat die eerste Lynk & Co's. Dat zijn Lynk & Co's. Ja, dat klinkt een beetje als een soort cabaretduo. Dat zijn de nieuwe Volvo 40-series, ja. Eronder. Ja, want we hebben die 40-1 en 40-2 concept gezien natuurlijk. Ja. En die gaan eigenlijk platformen delen, technologie delen. En... Ja, het wordt allemaal onderling gewisseld. En, ja. Maar goed, die Geely's, die Lynk & Co apparaten, die zijn natuurlijk afgeladen met wat is het, de Internet of Things en connected spullen. Ja. Ja, ik denk wel dat we ze serieus moeten nemen. En ik vind het ook wel gaaf. Want bijvoorbeeld LeEco, weet je wel, dat hele grote investeringsfonds, zit ook in Faraday Future. Ja, daar gaan wat rare verhalen over natuurlijk. Maar ze zijn bijvoorbeeld ook betrokken bij Lucid Motors. En daar was ik in Silicon Valley laatst. De video staat deze week op de site. En dan zie je wel dat daar hele serieuze businessplannen liggen, om het zo te zeggen. Die doen niet mee voor de lol, weet je wel. Die bedrijven pompen er heel veel geld in. En trekken ook gewoon mensen aan die verstand van zaken hebben. En ik denk echt dat wij over een paar jaar de Chinezen op een hele andere manier zullen beoordelen dan nu. Ja, zeker. Wat is jou het meest bijgebleven daar in Silicon Valley? Nou, je het er toch over hebt. Wat mij het meest is bijgebleven? Ja, vooral het eindeloze optimisme. Van die bedrijven, die hebben allemaal die zien gouden bergen in de toekomst. En daar moet je wel een beetje op je hoede voor zijn. Maar qua auto was het bezoek aan Lucid absoluut... Lucid Air. Ja, die zijn veel verder dan ik dacht. En, moet ik zeggen, daar komt binnenkort ook een video van, het bezoek aan Nvidia. Terwijl er even een Honda-uitlaatservice voor de roedel voorbij loopt. Maar Nvidia, dat is een chipfabrikant, processorfabrikant. Die kun je hebben, yes. Maar zij zijn dus ook heel erg druk bezig met het fenomeen deep learning, oftewel kunstmatige intelligentie. En dat gaan ze ook gebruiken voor autonome auto's. En als je dan ziet dat ze een systeem hebben waarbij ze een drietal foto's van een ambulance kunnen uploaden in het systeem. Waarna het systeem allerlei parameters ontdekt en gaat onthouden waar een ambulance aan moet voldoen. En doe je dat met nog meer foto's, wordt het systeem alsmaar slimmer. En dat gaan ze dus in auto's stoppen. Intel is daar ook heel druk mee bezig, samen met Mobileye. En daar zie je echt hele grote stappen. En ik wist niet, ondanks dat ik me behoorlijk heb ingelezen, dat ze al zover zijn. Die dingen kunnen echt al heel veel. En dat vond ik wel de grootste revelatie. Binnenkort komt daar ook een uitgebreide reportage van op de site. Dus daar gaan we er meer over vertellen. Nog even kijken wat de vragen zijn. Misschien nog een leuke vraag voor de kijkers. Wat vinden jullie van die ontwikkeling, dat alles maar high-tech en connected en autonoom en dat het die kant op gaat? Is dat iets waar jullie een beetje voor vrezen of dat het een goede ontwikkeling is? Dat zouden wij wel willen weten, denk ik. Wat vind jij? Ja. En wat vind jij? Wat vind ik? Nou ja, ik denk dat je niet tegen kan houden. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Gas met die lesauto. Ga dan. Rekens zeg je al, ga dan. Gaat naar links. Ja, oké. Okay. Ja, het zal niet op elk gebied leuk worden misschien. Je bedoelt dat wij steeds meer een soort passagier worden van auto's. Als het die kant op gaat, maar dat is maar afwachten, denk ik. Ja. Of dat in welke vaart het ook gaat. Ja, ik denk wel dat weet je, ik heb daar ook een beetje als autoliefhebber en als liefhebber van autorijden heb ik mijn twijfels. Maar ik vind het echt een van de meest interessante momenten en perioden uit de tijd dat ik in de automotive industrie zit. Er gebeurt zo ongelooflijk veel. We moeten afstand nemen helaas van dikke verbrandingsmotoren, maar er komen hele toffe dingen voor terug. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben wel heel benieuwd. Frits Gankema zegt, voor mij hoeft dat autonome niet zo. Laat mij maar lekker zelf rijden, de rest is makkelijk. Ja. In de zin van goede connectiviteitssystemen en zo. Ja. Ja.
Even kijken. Robert Versteeg zegt, ik moet er wel aan wennen, maar kom maar op met die vernieuwing. Alleen mijn droomauto, Porsche 911, is dan verleden tijd, denk ik. Over Porsche 911 gesproken. We gaan van het ene bruggetje naar de andere, terwijl we nu een kwartier bezig zijn, dus we gaan straks afronden. Deze week is echt een week gevuld met 911's. Roy is in Duitsland bezig voor GTO met een vergelijk tussen de 911R, die al uitverkocht is en gigantische bedragen voor worden gevraagd nu, tegen de AMG GTR. Ja. Dat is ook feest. En Marco was deze week bezig met de 911 GTS. En die gaat volgende week rijden met de nieuwe GT3. Hallo, heb je even? Ja, en wij doen het gewoon met een CHR en een Kia Niro. Zijn wij jaloers? Ook leuk! Ik ben niet zo snel jaloers. Ik ook niet. Nee, ik gun het mensen heel snel. Ja, veel plezier vooral. Trouwens, ander dingetje wat ik morgen ga doen. Dat is misschien wel het slechtste bruggetje van deze uitzending. Komt-ie. Ik ga morgen naar Oslo. Ja, naar Oslo? 9:20 stap ik het vliegtuig in. Want dan ga ik rijden met de nieuwe Opel Ampera E. En we hebben al eens gereden met die auto, maar nu gaan we er ook een video over maken. Dus heb jij daar vragen over, stel ze eventjes onder deze video. Dan zal ik proberen antwoorden daar te geven. Het is natuurlijk wel een auto waar we een hoop van verwachten. 4% bijtelling. En ik denk wel een van de meest serieuze elektrische auto's. Wat ga jij deze week doen? Ik ga deze week niet zo heel veel doen eigenlijk. Zoals gewoonlijk? Zoals gewoonlijk. Lekker, dat is flauw. Nee, ja, wat ga ik doen? Nee, geen speciale plannen voor mij deze week. Nee. Wat ga je met Koningsdag doen? Dan hoop ik op vakantie te zijn. Dus dat we er even, nog even afwachten waar dat heen gaat. Word je ontvoerd of zo? Door je meisje? Nee, mijn meisje kan zelf nog even onszelf ontvoeren. Dus we moeten even kijken hoe dat... Een soort verrassingstocht. Surprise attack, ja. Heel goed. Ik weet het mooi gemaakt. We gaan afsluiten, want ik heb hier achterin nog een... Ja, we moeten dat rechtgeven. Zo, hè? De meters. Een hele zware prijs staan. Even kijken of ik hem goed kan... Positioneren, terwijl er een bocht aankomt. Kijk, wat ik hier heb is een cadeautje. Een hele mooie Bridgestone tas. Zal ik eens even laten zien wat erin zit. En dan gaan we echt afronden hoor. Je neemt even het lekker meest hobbelige weggetje. Ja, ik heb die veren. We geven deze Bridgestone tas weg. En er zit een pet in. Wat? Leuk zeg. Ja. Staat hij maar? Ja, eens kijken. Jawel. Ja. Ja? Houdt achter ze voor eigenlijk, hè? Oh ja, want dat is meer swagger. En, een keycord. Ook leuk. En, het is wel... Kijk, maar deze geven we niet weg, maar die wil ik toch even meenemen. Twee handjes. Zo. Kijk, dit is een officieel hoofd van een crashtest dummy. Het ding nerd als een malle. Ik wil dat toch even laten zien. Weet je dat dit... is echt zwaarder dan je denkt ook. Raad de geur, dat is misschien wel een geur. Er hangt een lucht omheen. Ja. Ja. Zullen we zelf eens een poging doen om het te omschrijven? Snuffelen is goed. Wat haal je eruit? Nou, het is een beetje... terwijl dit waarschijnlijk heel naar is. Het is een beetje... als je groenten hebt bewaard in een tupperwarebakje... en dat je het vergeten bent in de koelkast... en het dan 3 weken later opentrekt. Zo ruikt het een beetje. Ik eet nooit groenten, dat weet ik niet. Dit is echt wetenschap. Een muffe werkplaats of zo. Het is een. Een muffe werkplaats. Zonder neus. Bijzonder. Dat is ook bijzonder. Laten we het simpel houden. Als jij deze spullen wilt hebben, exclusief dit hoofd, zet het maar in de comments en dan zoeken wij iemand uit die hem verdient. Kom wel met een leuke reden natuurlijk, want dat verdient dit wel. Ja, terwijl het hoofd door de auto vliegt. ik ga nog even kijken, laatste keer of er vragen zijn. Daarna gaan wij. Oh, Pamela de Jong zegt, hij ruikt naar angstzweet. Deze heeft natuurlijk zoveel crashes meegemaakt. Dat vind ik wel een goeie. De CHR is een mooi ding, maar er is wel genoeg beenruimte achterin. Ik ga even kijken of ik mijn vuist achter... Ja, dat klopt. Dat valt niet tegen. Ja. Dat waren hem. Was die wat mij betreft. We gaan nog één hobbeltje nemen. En de eindhobbel. Lars en ik wensen jullie een prachtig weekend toe. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende live drive. Doei. Dag.